Hallo mensen van de Pro Gamer Thomas P9. Ik ben Joren en ik ga weer een nieuwe minigame doen vandaag. En dat is Hunger Games. Heb je suggesties welke spel ik de volgende keer mag spelen? Zet het dan eventjes in de reacties hier beneden. Als je de video leuk vindt, mag je dat inderdaad belonen met een blauw duimpje omhoog. En ja, wacht tot we beginnen. Oké, even kijken. Ik hoop dat we deze keer winnen, net zoals de vorige keer, maar dat beloof ik niet. Deze map is ook nieuw voor mij. Ik heb hem één keertje al gespeeld. Ja, dat was in de vorige video was mislukt, dus. Ja. Maar ik hoop dat deze wel goed gaat. Al die mensen die expressie niet vanaf het begin. Even kijken. Denk dat ze even een plan gaan maken. Denk dat we naar die volgende moeten gaan. Oké, snel. Iemand heeft al. Shit. Snel weet je horen ook zijn er heel veel mensen. Ja, daar is het eerst. Nee, je hebt een zwaard. Shit. Rennen. Nee! Echt, dit is het begin van de video. Zo, die joinen. Ja, echt, deze map is van liefde of zo. Niet van liefde, maar gewoon mensen met elkaar. Denk dat ik gewoon weer hetzelfde plan probeer. Daarheen. Even wachten, nog 10 seconden. Even kijken. Ja, oh shit. Begin. Zo, we hebben een diamond. Ik hoop dat we een diamond worden, maar ik denk het niet als ik het goed is. Ik hoop het al. Dat mensen als een diamant zwaard hebben. Oeh, dat zijn wel onze zwaard. Zo, één dag, dan kunnen we naar een zaal van die sterren komen. Dus hoop ik, want ik heb ook vaak bullshit. Zullen we nog maar zeggen, maar. Hoe is sterker dan normaal zwaard? Oké. Goud dan. Kist. Kan ik het nog? Nee, zie ik niet. Nee, ik ben al mee. Is goud zwaard nog even. Yes! Yes! Lekker die wel stuk had. Kijk, niemand. Zo, even. We hebben ook geen eten hier gewonnen. Normaal hebben we wel. Eigenlijk normaal hebben we geen waren en heel veel eten. Maar, we kunnen mensen afschrikken met dit en dit in de sterren. 5-0-25, dus dat 4 slagen heb ik toch een huisje meer. 2-1, ja, 1-0 huisje meer. Kut,
Twee met een stenen zwaard, dat is zwaar. Ik ben dood. Ja, ik ben dood. Help me. Kom op. Dit zit achter mij aan. Shit, 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 shit. Ik ken ook deze map helemaal niet. Dus ik weet niet waar ik heen moet. Ah, oh, rust. Shit, rennen. Help, 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 help. Nee, ga er niet achter mij aan. Yes. Ben ik blij mee, want die schakels op elkaar zien dus uit. En dan kunnen mijn hartjes hebben niet en ik hoop echt op de kist nu. Met spullen natuurlijk, niet alleen iets. Kom op. Kist. Yes. Kist. Nee hoor. En een broek. Ik denk dat ik het zo moet gaan doen. Oeps. Toch gaat iemand uit staan. Stik. Kom op, stik. Mag niet stik. Echt, kom op. Waarom helemaal geen stick? Ik moet nu een stick vinden met een duim en soort. Stick voor de deathmatch. Stuur de visie er nog niet, dan zijn er veel mensen. Like Empire, die ze. Even kijken. Waarom? Fijn, ergens heb je. Nou, die is hetzelfde. Stik, 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 stik. Kom op, een stik. Niemand wordt gewoon gestopt. Een stik, verstoken. Hetzelfde moet mee, man. Niks, shit, nee, wat is deze wind? Dan ben ik erbij. Ik heb ik ga kijken of ik een stick heb. Nee. Nee, ik ga er hopen dat ze niet achter mij aankomen. Nee, geen eten. Oh. Ik
Kom op. Waarom denk ik zoveel? Mop, mop, mop. Dan sta ik ook zo hard nu in mijn rug gemoord. Nee. Zij toch? Ik heb gelukkig genoeg eten, maar ik heb wel de tijd nodig om te kunnen eten. Hij moet gewoon dood hebben, gewoon omdat hij zo irritant is. Yes, die is dood. Mag nu niet doodgaan, dit is gewoon. Arm helmet? Nee, dat is jammer. Nee, gelijk aan. Ik dacht dat hij een diamond sword bij zich had. Dus ik dacht, kut, 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 kut. Oké. Kom op. Wat kan je beter gaan deze handen dan in een berg? Niet zo makkelijk komen. Totdat ik nog over op me zou lachen. Ik heb zelf ook niet goed het mes. Ja, ik heb alleen een halve meter en ik hoop eigenlijk op. Voordat ik het mes begin. Ik hoop ook op een uil met een halve. Voordat ik het mes. Dat is 1. Tweede. Dat was ook mogelijk om dat te halen. Oké, we zitten nu al 16 minuten bezig. Dus. Wat ik wil zeggen is: bedankt voor het kijken. Je kan in de reacties zetten wat ik de volgende keer kan gaan doen, wat jullie willen. Beloon dit graag met een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie later.